een beetje gevoelig voor ligt. Ja. Oké, dames en heren, een hele goede avond. Nu, s'avonds laat. S'avonds laat om 9:00. Wij doen het ook, want het kon niet anders. Maar we hebben ook echt een heel leuk programma. En dat gaat namelijk deze keer over audioboeken. De toekomst van het boek is gewoon niet papier. Ik heb al een eindloze hekel aan papier. Ik ben al heel lang bij over op e-books. Maar het gaat over audioboeks. En dat is eigenlijk de grote nieuwe liefde. Nou, Charles en ik, die gaan daar eens even twee mensen over ondervragen. We hebben aan de ene kant hebben we Rut de Jager, en zij is de country manager van Storytel. Hartstikke leuk, vanuit Amsterdam, een paar kilometer hier vandaan. En we gaan dus praten over de historie van Storytel. En we praten ook met Jeroen Kramer, want die was al veel eerder dan Rut in audioboeken. En hij is ook de voice van Nederland. We kennen hem natuurlijk van Klokhuis, van het Sinterklaasjournaal. Maar hij is ook schrijver, muzikant en ook hij spreekt allerlei boeken in. En Charles, jij doet dat ook, hè? Van wat is jouw... zeg maar, achtergrond met Storytel? Ja, nee, ik lees boeken in. Ik heb een paar van mijn eigen boeken. Ik heb nogal wat boeken geschreven in de loop van de jaren. En daar heb ik er nu een paar van ingeschreven. Ik zie me trouwens zelf op mijn eigen scherm bevriezen. Misschien dat jullie me wel zien bewegen. Nee, je bent echt lekker stil. Blijf lekker doorpraten en doe zo meteen een refresh. En er komt nu over een dag of 10 weer een nieuw boek van mij uit over de Amerikaanse verkiezingen. En dat ben ik nu ook aan het inspreken. En ik heb de afgelopen dagen, ben ik nogal druk geweest met het inspreken van een boek van Bob Woodward. De oude man van Watergate. Er worden nu een aantal boeken, deze is al van een paar jaar geleden. En één inspreek zelf verderop, zat een collega van mij een boek in te spreken. Ook van Bob Woodward van meer dan 10 jaar geleden. Wat ik wel opvallend vind, want dat soort boeken worden nu ineens aantrekkelijk in de markt. Om die nu alsnog in te spreken. Terwijl op zich zou je zeggen, ja, dat is verouderd. Het is ook van een aantal jaren geleden. Het boek waar ik nu ingesproken heb is van 2018 over het eerste jaar van Donald Trump. Maar het is eigenlijk wel veelzeggend, maar daar kunnen we het zo meteen over hebben, dat dat soort boeken nu kennelijk aardig zijn om toch alsnog weer in een audiovorm uit te brengen. En dat is eigenlijk ook een deel van het goede nieuws waar we het als het om audioboeken gaat vanavond over hebben. Dat is eigenlijk hartstikke leuk. Ja, je hebt dus de hele avond... De hele dag. Als ik er even tussen mag, het is een krankzinnig toeval. Of misschien is iedereen nu Bob Woodward aan het voorlezen. Maar ik heb een week geleden ook een audioboek van Bob Woodward geüpload naar de opdrachtgever over de Amerikaanse inval van Irak, in Irak. Nou, ja. Heel interessant. Doet Bob Woodward. Wat jullie allebei met Storytel hebben, jullie spreken met jullie geweldig mooie stem die gewoon echt biologisch herend is en waar we heerlijk naar luisteren, waar we 15 uur zomaar naar luisteren. En Rut de Jager, vertel eens, jij werkt bij Storytel in Nederland, hoe lang zit je daar al? Ik werk er nu zelf 2,5 jaar. 2,5 jaar? Ja. Okay. En wat is jouw achtergrond? Mijn achtergrond is met name entertainment. Ik heb voor Universal gewerkt, Paramount gewerkt, HBO een aantal jaren. Ziggo, vrijwel allemaal in het, zowel bij Ziggo, het on-demand platform. En HBO ook in het destijds betaalzenders. En nu inmiddels dus 2,5 jaar voor Storytel. Niet een achtergrond in boeken, maar heel erg in betaalde entertainment. Ja, dus inderdaad, je ging echt gewoon niet, je komt niet uit de boekwereld. Dat is echt wel gewoon grappig, dat je inderdaad niet van de boekwereld komt, maar dat jij vanuit tv-wereld kwam. Ja, klopt. Maar ik heb in de boekenwereld hebben hoor, dus daar heb ik ook heel veel aan en die kennis. En je hebt voor Lucky TV gewerkt, oh wat geweldig. Ja. Daar heb ik inderdaad voor gefreelanced, inderdaad. Voor zijn theatertour en de paradevoorstellingen die hij daar deed. Ja, klopt. Okay. Maar dat is inderdaad weer interessant dat je bij audioboeken en dat jij meer van het bewegend beeld en het geluid komt in plaats van de boekenwereld. Dus wel de laatste jaren heel specifiek over betreffende abonneeservices en streaming services. Ja. Nou, we zijn natuurlijk heel benieuwd. Laten we eerst even, voordat we meteen een Storytel gaan uitgaan, van laten we vragen van Jeroen, volgens mij ben jij de oudste hier met audioboeken. Wanneer ben jij begonnen met audioboeken? Jeetje, dan vraag je me wat. Nou, als ik nu even naar mijn Storytel-lijstje ga, ik denk een van de eerste dingen die ik heb gedaan, dat was toen nog voor Rubinstein, die toen nog cd's uitgaf met hoorspellen en luisterboeken. Heb ik nog gekocht, Sprookjes ingesproken door Jeroen Kramer. Ja, dat is allemaal 20 jaar geleden of zo.
Zoiets. Ja, ik heb destijds nog dat boek van Astrid Lindgren. Dit zijn allemaal boeken die je hebt. Carlson van het Dak heb ik denk ik 20 jaar geleden ingesproken. Ik spreek nu volwassenen die jarenlang, jaar in jaar uit, dat hebben gedraaid in de auto onderweg naar Zuid-Frankrijk. Ja. En telkens, dat hoorde als het ware bij het op vakantie gaan, hoorde Carlson van het Dak. Ik heb ook heel lang geleden een sprookje bewerkt, De Nieuwe Kleren van de Keizer, echt als hoorspel. Met acteurs en geluidseffecten en liedjes en zo. Heb ik daar het script van geschreven en ik doe er ook aan mee. Dat is ook al een jaar of 15 oud. Dus ja, ver voordat het streamen van boeken over internet gewoon was. Nou Rut, vertel eens, hoe zijn die boeken van hem van 20 jaar geleden nu in Storytel Nederland terechtgekomen? Nou, was wel leuk. Ik had er net al even kort voor de uitzending over met Jeroen. Rubenstein Audio, de catalogus die daarvan is gemaakt, door Maurits Rubenstein inderdaad opgezet. Storytel heeft Rubenstein Audio gekocht. En daarmee de catalogus. Dus vandaar dat wij daarmee zijn gestart met een vliegende start in Nederland. Met al die titels hebben wij op het streamingplatform hebben uit kunnen komen. Dat is inmiddels al een aantal jaren geleden. We bestaan 7 jaar dit jaar in Nederland. Maar al inmiddels sinds, volgens mij 16 jaar al in totaal. In totaal is het in 2009 is het gestart in Zweden. Ja. Nou ja, laten we even maar bij het begin beginnen. Want ik kwam er inderdaad pas vorig jaar achter. Hè. Dus ik ben inderdaad, jij bent dan begonnen met die catalogus in Nederland. Ik ben begonnen met Audible. Ik ben van papieren boeken heb ik al vrij snel ben ik naar Kindle gegaan op Amazon. En daarna ben ik naar Audible gegaan. En ik merkte, ik kon gewoon heerlijk, als ik aan het sporten was, als ik aan het koken was, als ik aan het opruimen was. Er zijn zoveel uren per dag dat ik naar podcasts kan luisteren en ook naar boeken. En ja, dus ik ben helemaal verslaafd geweest aan Audible. Dan betaalde ik €15 per maand voor één boek. En toen kwam ik jullie tegen. Maar vertel de story eens even van Storytel, Rut. Nou, dat is wel heel leuk. Jonas Telander is de oprichter, CEO van Storytel. En hij kwam terug met een idee uit Amerika. Is dat gestart? Was nog echt voor het hele smartphone gebeuren. Maar geloofde heel erg in het all-you-can-eat model voor boeken specifiek. Is echt een rasondernemer. Ook oorspronkelijk niet afkomstig uit de boekenwereld. Maar gewoon een man with a plan. En hij is uiteindelijk daar in de lokale Dragon's Den daar. Heeft hij het geld bijeengebracht om het een vliegende start te geven. Nu inmiddels zijn we actief door de jaren heen. Eerst uiteraard in Zweden. Daar is het luisterboek enorm populair. En hij is echt groot daar. In Scandinavië uitgerold. En inmiddels actief in 22 landen. Niet alleen in Europa, maar ook over 3 continenten. Dat is Jonas, inderdaad. En die, ja, een beetje de rest is history. In Nederland inderdaad sinds 7 jaar actief. Maar de laatste jaren echt enorm aan het groeien. Veel meer aanwezig ook met marketingcampagnes, zodat we wat zichtbaarder zijn geworden. En we zien dat ook een beetje is op het succes dat audio als geheel groter is. Podcast is super populair. Jongeren maken er heel veel gebruik van. Zijn met name ook jongere luisteraars die we hebben. Dus ja, je ziet daar echt een nieuwe generatie die hier heel erg voor open staat. Ja, en hij vertelde ook in deze shareholders meeting, dat is echt, daar zit echt het hele verhaal verteld van ook degene, de marketing en de sales en de historie en de techniek en dat soort zaken. Echt heel leuk, als je dit interessant vindt, dan moet je hier gewoon even naar luisteren, want dat wordt behoorlijk goed verteld. Ik zal de link even delen daarmee. Maar ze vertelde ook inderdaad dat ze een aantal zaken hebben overgenomen. En hier zei ze ook dat 85% van de mensen die consumeert alles in de lokale language. Lokaal is echt gewoon heel erg belangrijk. Maar jullie zijn dus nu, sinds Spotify echt groot is geworden, toen werd opeens kregen zij ook geld, funding. En dan begon het ook te groeien en dat soort dingen. Hoe groot zijn jullie nu? We hebben nu, zoals afgelopen keer is gecommuniceerd, ruim 1,2 miljoen wereldwijde gebruikers. Wij zijn vierde land van die gebruikers. Ja. Bij ons is de taal net iets anders, want Nederland wordt nog wel relatief wat Engels geluisterd. Zo ongeveer 25%, om 75%. Maar desalniettemin is de lokale catalogus inderdaad heel erg van belang. Dat zien wij ook bij. En hier zie je waar jullie allemaal zitten. Hè? Dus Nederland is het vierde land nu. En daar hebben jullie 5 jaar over gedaan om profijtelijk te worden. Maar jullie zijn nu in 20 landen bezig.
Ja. Maar waar zijn jullie nu het grootste, wat zijn nu de grootste nieuwe landen die erbij komen? Zeer onlangs is aangekondigd Indonesië en Thailand. En er is aangekondigd dat de komende 3 jaar nog 20 additionele landen minimaal gelanceerd gaan worden. Ja. Maar welke landen dat exact zijn, ik weet dat er wereldwijd wordt er overal gekeken naar interessante landen. Maar die zijn nog niet formeel aangekondigd. Ja. Dus dit zijn die acquisitions die jullie inderdaad hier, ik zie je die Rubenstein. Dit is dus waar Jeroen zeg maar ooit bij betrokken op bent. Ja. Ja, dus het is inderdaad echt. En ik vond het wel echt ook wel interessant om eventjes te zien van hier zie je geloof ik de. Ja, dit is een slide. Die is misschien wel leuk om even toe te lichten. Je ziet hier aan de linkerkant zie je de recorded muziek. Recorded music. En dat is dus zeg maar 600 miljard kronen. En dan boeken zijn 2 keer zoveel. Fictionboeken zijn net zoveel als de muziek ongeveer. En dan audiobooks zijn daarvan ongeveer 1/10 of zo. 1/10 van de fictionboeks. Maar in Zweden is dat al heel anders, hè? Ja, in Zweden is de audioboekmarkt wel veel groter dan dat die in Nederland is. Sowieso hebben ze daar een heel rijke historie als het gaat om het vertelde verhaal. Het is ongeveer te vergelijken als je het is omgekeerd ongeveer vergelijking met Nederland. Hier zijn e-books, zoals populair als het hier is, zijn audioboeken dat daar. Ja. Hey, mag ik iets vragen, Rut? Dit soort getallen zijn ontzettend interessant. Kun je iets zeggen over de demografie van jullie klanten? Je zou kunnen redeneren, het zijn vooral jongere mensen of juist oudere mensen of iets ertussenin. Kun je er iets over zeggen hoe zich dat over die, zeg maar, de leeftijdskolom verdeelt van jong naar oud? Ja, het kan wat variëren per land, met name als een land net start of als het al iets verder is in de levenscyclus. Als ik het nu specifiek voor Nederland heb, en ik denk dat enigszins lijkt op de fase zoals die ook in met name Scandinavische landen zijn, denk ik dat het verjongt. We zien dat de gemiddelde leeftijd bij ons, de 18-34 groep, oververtegenwoordigd is als je dat vergelijkt met Nederland. De categorie, dan heb je tot 45 ongeveer, zijn echt wel de heavy users, zijn vaak ook heel erg loyaal. En daarboven kalft het iets af. Je merkt dat het grootste gedeelte toch vrouw van onze trouwste fanbase. Ik denk dat het ongeveer zo'n 70% om 30% is. Ja, en jong. Ik denk millennial is bij ons de sterkste vertegenwoordigd. Ik denk dat hij ook gewend is. Dat is natuurlijk ontzettend interessant, omdat dat heel erg de digitale generatie is, waarvan wij als ouderen zeggen, nee, die lezen geen boeken meer. Maar het blijkt dus, en corrigeer me als ik het fout zeg uit wat je zegt, dat je eigenlijk een nieuwe groep lezers, of in ieder geval een grotere groep lezers in die leeftijdscategorie aanboort, dat je zou lukken met gewoon een gedrukte versie van het boek. Of misschien zoals ook e-book. Nou, sterker nog, wij zien in onderzoek, en dat is ook wereldwijd, dat als mensen 1 keer bij ons luisteren, dat ze ook genegen zijn om daarnaast ook weer van papier te gaan lezen. Dus je ziet daar ook nog wel dat mensen geïnspireerd raken om daar nog weer wat meer mee te doen. En we zien ook bij de studentendoelgroep, of ook bij scholieren, het is heel laagdrempelig om te luisteren. Je kan het tegelijkertijd met iets doen, je kan... dus het is populair en dan denk ik daaronder. Je merkt ook helemaal aan het begin nog wel eens, toen we starten bij traditionele, dat mensen denken van audio, dat is dan misschien voor mensen die misschien niet meer kunnen lezen. Voor oudere mensen of voor mensen die bijvoorbeeld blind zijn of slechtziend zijn. Maar dat zien wij helemaal niet terug in onze profielen. Ja, en leidt dat er ook toe, want ik kan me voorstellen, het model van all you can eat, dat niet alle uitgevers daar dol op zijn, want die rekenen graag €20 voor een boek af. Dat is nu niet meer zo, maar als je er ook een nieuwe groep mee aanboort, dan kan het voor uitgevers ook alleen om die reden aantrekkelijk en winstgevend zijn. Ja, helemaal aan het begin was dat ook zeker zo, maar we zijn nu een aantal jaren actief en hopelijk hebben we ons in de jaren ook meer bewezen dat we een goed verdienmodel naast de bestaande modellen kunnen bieden, nieuwe doelgroepen mogelijk kunnen bereiken. We merken ook, wij zijn ook wel sterk in campagnes voeren, ook voor titels specifiek als wij die op ons platform hebben. En we hopen ook dat we daarmee ook gewoon de hele zichtbaarheid van een titel ondersteunen, omdat vele audio nu ook tegelijkertijd uitkomt met print. Mag ik iets vragen over wat een schrijver hier nou eigenlijk aan overhoudt? Als zijn audioboek 1 keer wordt beluisterd door mij, door 1 persoon,
Stel dat is een boek wat in de winkel 25 euro kost. Wat krijgt die per stream? Dat is een heel ingewikkelde vraag die je stelt. Zeker ook omdat wij niet... Misschien is het handig om uit te leggen hoe content bij ons op het platform staat. En daar de rekenmodellen vanuit onze kant naar de uitgevers. En ik kan niks zeggen over de modellen zoals de uitgevers die hebben met de schrijvers. Er zijn feitelijk drie soorten content die wij brengen. We hebben onze eigen Storytel Original categorie, waarbij we inderdaad afspraken maken met schrijvers. We werken samen met de uitgeverijen. Kan op twee manieren. Eén manier is dat wij de audio-opnames verzorgen. En de andere manier is dat de uitgever dat zelf maakt. Mm-hmm. Dat zijn de drie vormen van content die we hebben. En die kennen eigenlijk allemaal verschillende afdrachten. Maar grosso modo pakken we alle omzet. Mensen betalen bij ons €11,99 per maand. Daar gaat de BTW vanaf. En vervolgens, grosso modo, gaat 50% gaat daarvan direct weer terug naar de uitgeverij. En die, en dat wordt allemaal gedaan op basis, nou per seconde bijna nauwkeurig, welke minuten ervan een bepaald boek is geluisterd. En wordt op die manier verdeeld over alle uitgevers. Ja, en hoe dat dan vervolgens in de afdracht weer gaat naar de schrijvers, daar kan ik je helaas niet over vertellen. Maar het is, Ik weet bijvoorbeeld van Spotify, want ik ben zelf ook muzikant. Ik heb vorige week net weer een nummer uitgebracht op Spotify. Per stream krijg je, schrik niet, 0,0018 cent. Als producent, dus ik ben dan mijn eigen platenmaatschappijtje in dit geval, per keer dat iemand je liedje beluistert. Dus voordat eens een keer dat iets gaat opleveren, dan moet je echt een paar streams in de maand hebben. Nee, dat is... voor je er een biertje van kunt kopen, Jeroen, hè? Godsamme. Ja. Maar het is natuurlijk, Jeroen, als jij boeken schrijft, ja, Charles, jij bent echt succesvol boekschrijver, je zit de hele tijd te werken en te harten aan alle kanten doen. Maar wat hou jij nou eigenlijk aan een boek over? Ja, dat hangt natuurlijk rechtstreeks van je oplage af. Je krijgt gemiddeld over de eerste 5.000-6.000 krijg je even uit mijn hoofd zo 11-12% van wat jullie in de winkel ervoor betalen. Dus ja, dan als je de 5.000 verkoopt, heb je pakweg 7.000-8.000 euro verdiend. Als je Rutger Bregman heeft en je verkoopt de 300.000, dan kun je er een mooi huis van kopen. Dat lukt mij niet. Het is wel lastiger geworden, omdat gewoon de oplagen van gedrukte boeken gemiddeld in ieder geval daalt. Het is moeilijk. Het wordt ook veel gejat en gekopieerd natuurlijk. Maar dat is 10-11%. En als je echt in de grotere oplagen is, dan kun je richting 15%. Omdat het voor de uitgever dan ook aantrekkelijker wordt. Dus dat wordt dan het verdienmodel. En in ons geval, maar dat geldt voor jou en voor mij, Vincent, zijn boeken zijn ook een middel om bijvoorbeeld ook weer lezingen te doen en optredens in het land. Dus dan snijdt het aan beide kanten. Maar ik betaal van mijn boekenschrijverij op dit moment niet de hypotheek, kan ik je melden. Nee, maar Roef, hoe is dat met audioboeken? Heb je ook gewoon dat de top 10 boeken, want jullie hadden net aangekondigd Harry Potter en ook Lubach, zeg maar, Lubach met zijn stoorzenderboek en zo, die was daar. Zijn dat degene die 90% van de... Zijn de grote namen 90% van de audiostreams? Nou, noem je een aantal uitzonderingen. Want Rutger Bregman werd net al even genoemd. En ook Harry Potter. Dat zijn wel de all-time favorites. Dus die blijven het altijd wel goed doen. Merken we ook. En nog gekeken, want het boek van Rutger Bregman is natuurlijk ook al 1,5 jaar uit ongeveer. Maar dat blijft het ook heel erg goed doen. Het is wel vergelijkbaar met de toppen. Maar bij ons doen ook wel de backcatalogus titels het goed hoor. Als het bekendere titels zijn. Ik denk ook een beetje het all-you-can-eat model. Je kan makkelijk bekendere titels ook uitproberen. En het is niet te vergelijkbaar met wat je net noemde hoor Jeroen. Met het Spotify model. De opbrengsten bij ons zoals gezien zijn aanzienlijk hoger. Maar je bent ook heel erg afhankelijk wat Charles ook zegt. Je bent natuurlijk afhankelijk van hoe vaak mensen naar je luisteren. Dus populaire boeken kunnen behoorlijk wat doen. Publiceren jullie dat overigens? De top 100 van de best beluisterde boeken? Nee, dat hebben we tot op heden niet gedaan. We gebruiken het wel in de app, best beluisterde boeken. De categorieën zijn daar gewoon te vinden. Wat ook veel over... top 10 zo'n beetje. Ja. En, dat niet? Ja, is misschien eigenlijk best wel een idee om daar meer mee te doen. We gebruiken het wel in communicatie naar onze luisteraars zelf en in nieuwsbrieven en dergelijke. Ze hebben ook een award wie de populairste insprekers zijn. De populairste luisterboeken zijn. Dus we gebruiken het wel. Maar het is niet dat we dat officieel publiceren bijvoorbeeld. Misschien wel een goed idee om dat
Nou, maar is dat niet bewust of zo, dat jullie daar ook gewoon dat... Want winner takes all, het wordt heel erg als je allemaal die lijstjes hebt en toestanden, dan gaan mensen nooit meer iets anders doen. Dit is een redactioneel lijstje, hè, als je dit zo ziet. Ja. En die zijn heel veel boeken die ik heb dit van Michel Baum heb ik gelezen en Bernhard heb ik gelezen en Stoorzender heb ik gelezen. En, is er een opvatting over dat je niet alleen maar de slaaf wil zijn van de lijstjes? Nou, zeker wel. Nou, ongeveer 50% wordt gelezen omdat mensen dat vinden in een lijst. 50% wordt gewoon via de zoekfunctionaliteit gevonden. Maar we hebben een eigen content curator, Richard. En die komt echt uit de boekenwereld, heeft er ook alle verstand van. En die probeert juist weer variëteit te maken. Dus wat er actueel in de actuele wereld speelt, wat er net nieuw is uitgekomen of binnengekomen. Ofwel nieuw bij de uitgeverijen, ofwel nieuw bij ons op audio. Dus daar wordt heel erg mee gevarieerd. En juist ook wel opgezocht om die catalogus of er misschien wat meer vergeten parels te vinden. Mensen kunnen bij ons ook beoordelen, dus titels die hoog scoren. We hebben ook e-books bijvoorbeeld, dus daar wordt heel veel in gevarieerd. Maar je ziet wel dat het populaire genre, net als in de boekhandel, het ook bij ons heel erg goed doet hoor. Dus ja. Ja, maar tegelijkertijd, Rut, wat ik erover lees, over jullie, maar ook überhaupt over de branche, dat bijvoorbeeld een uitgeverij als Penguin, internationaal, kennen we allemaal, die zijn nu een aantal boeken aan het uitbrengen in audioformat, die 20, 30 jaar oud zijn. Hun all-time favorites van heel lang geleden, die misschien nog ergens achterin een magazijn te vinden zijn, maar normaal niet meer verkocht worden, maar nu in audiovorm, ineens weer hun weg naar kijkers, of naar luisteraars in dit geval, sorry. Ik behoop dat een beetje naar kijkers. Maar naar luisteraars vinden. Ik vind dat wel fascinerend, omdat het doet me een beetje denken aan wat we een aantal jaren geleden bijvoorbeeld bij Amazon zagen, dat je daar nieuwe boeken kon kopen, maar ook tweedehands boeken. Nou, ik heb daar wat tweedehands boeken weggehaald voor een paar cent. En het vergroot daardoor, zeg maar, de breedte en de diepte van de markt. En dat is eigenlijk, en dat vind ik er zo fascinerend aan, tegengesteld aan wat er natuurlijk veel over internet gezet wordt, flauwekul, onzin. Maar in dit soort gevallen, dat geldt voor audiobooks, dat geldt ook voor massive online courses, dat geldt voor podcasts, dat de informatiewaarde die je in totaal online overdraagt, verrijkt en verdiept en verbreedt. En dat is echt een gevolg van technologie, en misschien nog extra nu ook in coronatijd, waar ik wel vrij vrolijk van word. En je ziet dus de businessmodel, nou, jullie zijn er een prachtig voorbeeld van met Storytel, er zijn er veel meer. Ik word daar wel vrij vrolijk van en het is ook een beetje een tegenwicht tegen al het somber en cynische gedoe over internet, oppervlakkig, fake news, onzin. Nee, een groot deel van internet doet ook dit soort dingen. Nou ja, en jonge mensen ook. Hè? Niet alleen maar korte, wat eenvoudige content of wat actualiteit gericht. Dit gaat met name lange content, weet je. Dat is Harry Potter. Het zijn toch hele rijke verhalen, zijn toch boeken van zo'n 30 uur kunnen het zijn. Zijn we hele generaties dat we weer volledig dus opnieuw weer tot zich nemen. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld Sapiens. Harari doet het bijvoorbeeld ook bij ons fantastisch. Dus het gaat alle, weet je, het is heel breed wat mensen ook bij ons luisteren. Dus ook de verdieping wordt ook wel echt opgezocht, ook wel weer de jonge mensen. Ja, ik heb hier een eerste vraag van Bart van Bos. Die zegt, het aantal Nederlandstalige audiobooks in Nederland is zeer laag. Nou, ik moet zeggen, ik vind dat er al heel veel komen en elke nieuw boek. Hè, want zeg maar, Charles is zijn boek al aan het inlezen. En ik zag het met Arjan Lubach, zag ik het ook. Maar hij vindt het dus laag en hij luistert naar Engelse boeken. Hoe gaat het met het aantal titels in Nederland? Ja, dat gaat heel erg goed. We hebben er inmiddels meer dan 10.000, ruim meer dan 10.000. Maar hij heeft wel op zich wel gelijk, want het Engelse aanbod is veel groter. En dat is logisch, want je hebt natuurlijk Amerika, er zijn gewoon veel Engelstalige titels aanwezig. En de audiomarkt is daar ook al veel volwassener en wordt eerder ook terugverdiend. Dus al die boeken zijn al goed deel, zijn ze al ingesproken. In Nederland zijn we aan de inhaalslag bezig en dat gaat steeds sneller. En dat wordt alsmaar aangevuld. Ja, de vraag die jij had hoe gaat dat met zo'n Nederlands audioboek? Het begint zeker als al gewoon het boek zelf vertaald is en dan pas ga je aan het werk, of hoe werkt zoiets? Ja, wij werken inderdaad vanaf vertaalde versies, klopt. Maar we hebben ook de Engelstalige catalogus, goed deels hebben wij op het platform ook staan, maar we focussen dus met name op het Nederlandse.
Ja, en wat kost dat eigenlijk, zo'n het creëren? Dus als ik deze mannen hieronder aan het werk zet om zo'n boek zeg maar voor te lezen. Hoe lang ben je mij bezig met zo'n boek, Charles? Hoeveel pagina's kun je per dag lezen? Ik doe er ongeveer 200 per dag als ik flink mijn best doe. Ik heb er vandaag 200 gedaan van Woodford en van de week ook. Maar dan moet je wel hard doorwerken. Dan begin je om 9 uur en ik was nu om, hoe laat was ik bij jou vanavond, Vincent? 6:15 of 6:30. Dan ben je wel een uur of echt aan het lezen. 9 tot, ben je toch wel een uur of 7 aan het lezen. Dus je bent 3 dagen. Ik denk dat over 30 pagina's per dag. Maar dat is gewoon zeg maar paperback-achtige boekenformaat. Ja. En jij, Jeroen, hoeveel pagina's kun jij doen op een dag? Ja, ik kan niet langer dan een uur achter elkaar lezen. Dan moet ik even pauze houden. Ik vind het een enorme aanslag op mijn stem. Ook al verhef ik mijn stem niet, ook al zing ik niet. Ja, het wordt heel droog en ik word er hees van. Maar ik kan op een dag niet meer dan 6 uur audio opnemen. En 6 uur audio is ongeveer 7 uur werk ook wel, ja. Ja. Ik vind het pittig aanpoten hoor, het audioboek voorlezen. Ja. Ja. Nou, ik wil wel merken dat jullie echt ervaren zijn. Want ik denk dat voor heel veel mensen dat 3 uur, dat de rekte dan wel zo'n beetje uit is hoor. Het is mega intensief wat het ervaren door mensen. Ja, het is het al. Je bent heel erg gefocust op dat ene ding. En ik vind het echt belastend voor de stem. Ik weet niet of jij dat hebt. Het is echt werk, Jeroen. Het is echt werk. Het is werk, ja. Ja, nee, goh. Nou. Ja. Ja, nou ja, ik heb er dus nu deze week 3 dagen gedaan. Maandag, dinsdag en nu donderdag. Ik had gisteren tv-werk. Dan moet je ook weer praten, al wat minder. Ik hou het misschien iets langer vol. Ja, ik weet niet hoe dat dan zit. Ik pauzeer af en toe wel. Maar ik probeer ook wel een beetje door te stampen. Ja. Ook omdat ik andere dingen te doen heb. En ik merk ook wel, bijvoorbeeld in het geval van Bob Woodward. Die beschrijft heel veel dialogen. En het boek wat ik dus nu deed ging over het eerste jaar van Donald Trump. En daar zit er dus heel veel dialoog in, want zo schrijft Bob Woodward, die recreëert, of die herschept als het ware dialogen, waar Trump ook veel in voorkomt, en zijn ondergeschikte. Dus je zit veel dialogen voor te lezen van bijvoorbeeld de National Security Advisor en Trump, die tegen elkaar tekeer gaan. Ja. Dat is wel echt een feestje om te lezen, moet leuk, ik zeggen. Hè? Ik ben natuurlijk geen acteur, en die pretentie heb ik ook helemaal niet, maar als je probeert om dat levendig te krijgen, wat zich in zo'n Oval Office heeft afgespeeld, en dan zit je toch nog een beetje aan je luisteraars te denken, ja, kijk naar Rut. Ik merk zelf, als je er zelf lol in hebt, dan heb je ook hoop dat je luisteraars enthousiast krijgt. En het ligt mij natuurlijk wel na aan het hart, dat onderwerp. Ik ben niet zo'n Trump-fan, maar inhoudelijk vind ik het wel heerlijk om te doen. Ja, daarom. Even een vraagje ook weer voor Rut. Is er al gesproken over de stemmen die het boek inspreken? Ja, dus ik ben natuurlijk heel benieuwd hoeveel mensen van de originele Nederlandse titels spreken zelf hun stem in. Ik heb net een boek van De Waag, Marleen Sticker heb ik net gelezen. Daar heeft ze het zelf voor gelezen. Jij bent het aan het voorlezen. Hoeveel procent van de schrijvers doet het zelf? Nou, lang niet allemaal. Niet iedereen vindt het even leuk, want het is best intensief. Je bent best wel in een afgesloten ruimte. Je moet een lange concentratieboog wel kunnen hebben. Om dat te kunnen doen. Maar is het de helft, een kwart of een derde? Nee, het is veel minder hoor. Ik denk dat de meeste schrijvers vinden wat het is met inspreken. Sommigen vinden het heel leuk, Ronald Gippert bijvoorbeeld. Maar heel veel vinden het ook, weet je, je wilt je boek zo goed mogelijk voorgelezen hebben. En niet iedereen heeft, misschien wel voor een kort stuk, maar om nou urenlang te luisteren naar een stem, dan is het natuurlijk best wel fijn dat je boek wordt ingesproken, er iets wat zo prettig mogelijk in het gehoor ligt. Veel schrijvers doen bijvoorbeeld wel een inleiding of iets dergelijks. Maar veruit voor het grootste gedeelte wordt er gebruik gemaakt van stemacteurs. Die daarmee om kunnen gaan. Daarin dus, we hebben geen stemmen in dienst. We zijn allemaal freelance, de stemacteurs. En we hebben eigen studio's op locatie. Maar we maken ook gebruik van externe studio's. Die daarin gespecialiseerd zijn. Omdat er zoveel opgenomen nu wordt, is de capaciteit is daarvoor nodig. Kunnen we niet alleen zelf opnemen. Ja, en die stemmen die komen dus overal vandaan. Want kijk, hier Henk-Jan van der Wal. Ja, dit is Jeroen Kramer van Klokhuis. Ja. Ja. Hoe lang heb je daar gezeten, Jeroen? 11 jaar vanaf 30 jaar geleden. Dus dat is alweer een tijdje terug. Ja, en die heeft dus een nieuwe carrière als muzikant en als stem. En hij doet reclamespotjes. En dus ook zeg maar het inspreken van dvd's of cd's. Dvd's en nu gewoon Storytel. Dus inderdaad heel mooi.
Dus en die, en is het ook belangrijk welke mensen inspreken? Kun je dat ook zien, dat, dat mensen die met een bepaal, als je ingelezen wordt door die stem, dat het dan veel populairder is? Hoe zit dat? Ja, je hebt wel echt populaire insprekers, waar mensen ook wel echt voor komen. Maar over het algemeen worden wel, neutrale stemmen wil ik het niet noemen, maar die goed met de cadans meegaan van het verhaal. En niet afleiden van het verhaal. Dat werkt goed en het varieert heel erg. Want ik denk dat, traditioneel gezien, er waren er veel wat meer vaderlijke mannenstemmen. Zoals misschien Charles en Jeroen ook. Maar je ziet nu ook veel meer de opkomst van ook veel jongere insprekers. Met dan ook wat een diversere achtergrond. Dus dat is ook wel heel leuk. Nieuw Harry Potter is bijvoorbeeld door Shumaan Fatal ingesproken. Het is weer echt een hele nieuwe generatie insprekers. En dat varieert, want iedereen vindt iets anders ook prettig, hè? De een vindt een mannenstem fijner dan een vrouwenstem. Hogere stemmen, lagere stemmen. Dat is heel persoonlijk. Ja. Ja, ik heb onlangs gehad, ben ik gebeld door een uitgeverij voor het inspreken van een boek. En, of ik dat wilde doen. Ik zei, ja, het lijkt me leuk. Nieuw voor mij. En toen kreeg ik een bericht terug dat de auteur mij had afgewezen, want mijn stem... En ik stelde even mijn zware stem op. Mijn stem was niet genderneutraal. Ik zei, nee, mijn stem is niet... en ik zei tegen die uitgeverij, ik moest er wel op lachen. Ik zei, dat is wel een vrij originele manier om afgewezen te worden. Ik kan me wel weer voorstellen dat een vrouwelijke schrijver misschien een vrouw wil en een man een man. Maar dat ik niet genderneutraal was en ik ben nog in training gegaan, maar het is me gewoon niet gelukt. Ja. En jullie zijn dus ook de uitgever eigenlijk. Jullie hebben het contract met de oorspronkelijke publishers. En jullie betalen ook de stemmen en dat wordt dus ook jullie catalogus. Dat kan, maar het kan ook zijn dat de uitgevers, en dat gebeurt steeds meer, dat ze zelf hun boeken opnemen en zelf die rechten behouden. En dan acquireren wij ze om op het platform te zetten. Oké, dus we hebben verschillende businessmodellen van één, ja, of ze gewoon de audioboek aanleveren en twee, of je de hele productie doet. Exact. Ja. Ja. En stemselectie gaat dan in overleg, ja. Wat mij wel opviel, ik ben een beetje nieuw in deze wereld, niet vergeleken met Jeroen, die daar veel meer ervaring mee heeft. Waar we het straks even over hadden, als je een boek schrijft, dan word je per boek betaald. En naarmate er meer zijn, wordt het aantrekkelijker uiteraard. Ik vind het wel opvallend dat je als inspreker, dat het niet uitmaakt of van dat boeken 500 of 5000 of 50.000 worden verkocht, maar je zit op een standaard honorarium. Nou ja, dat kan en dat weet je van tevoren, moet je over zeuren. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je echt een bestseller inspreekt, dat dat ook voor de insprekers nog wel weer net iets aantrekkelijker is dan dat boek wat net 500 keer over de toonbank gaat. Ja, Rut. Ja, het is inderdaad voor schrijvers, inderdaad ben je afhankelijk wat meer van de oplagen en hoe het daarbij gaat. Maar inderdaad, voor het boeken inspreken hanteren wij een uurtarief. En dat is vaststaand. Ja, klopt. Ja. Inderdaad. Maar ik neem aan dat jij gewoon een fantastische stem hebt en langzamerhand dat iedereen helemaal gek wordt, dat je dan kunt onderhandelen. Nee, doen wij tot op heden niet hoor. Dat zou echt onbegonnen werk zijn, omdat je dan namelijk je verdienmodel helemaal niet rondgerekend krijgt. Als je dan... en de promotie en je platform moet onderhouden en de uitgeverijen moet betalen en als je daarnaast ook de insprekers. Nee. Waar ik benieuwd naar ben, Rut, over het verdienmodel. Hè? Dus jullie hebben in Nederland, je gaat het getal niet exact noemen, een paar honderdduizend abonnees. Hoeveel levert nou het beluisteren van, laten we zeggen, een boek van 15 uur op voor jullie? Ja, dat vind ik lastig, want dat kan variëren afhankelijk van het aantal. Het is niet zo lastig. Jullie hebben allemaal standaard cijfers. Iedereen die gemiddeld luistert, iedereen 30 uur. En ik geloof 6 boeken. Dus het is heel makkelijk. 6 boeken, Jeroen. En het is €12. Dus het is €2 per boek. Is de prijs. Dat is de gemiddelde prijs. Ja. En dan moet dat natuurlijk verdeeld worden over alles en iedereen. Maar misschien 2/4 of zo naar de uitgever. Nee, dat klopt niet hoor, per listen. Per volledig uitgeluisterd boek zit dat echt wel aanzienlijk hoger hoor. Dat kan variëren tussen de 3 en tussen de €5 ongeveer. Maar het lastige daaraan is, want je bent afhankelijk van hoeveel wordt er in een bepaalde maand geluisterd. Wordt er bijvoorbeeld in een maand, in een zomerperiode, heel veel geluisterd. Maar iedereen betaalt nog steeds hetzelfde. En dan kan de gemiddelde prijs per heel boek naar beneden gaan. Ja, net als daar, Spotify. Ik vind het af en toe ook lastig dat het allemaal terugberekend wordt naar dat ene boek. Omdat we dat gewend zijn. Terwijl in een streamingmodel zou je eigenlijk moeten kijken, wat is de omzet van één boek die je daar plaatst.
Dat zou iets logischer zijn. Omdat het, dat prijs kan variëren. En ook omdat als je dat gaat noemen, denk je van ja, weet je, dat is een stuk minder dan een boek in de boekhandel bijvoorbeeld. Dan ga je als streamingmodel, lijkt het dan een stuk goedkoper. Terwijl ja, weet je, dat is niet te vergelijken, want je hebt daar geen distributie, geen print. Je draait daar als goed is niet additioneel. Nee, wat het leuke is, bij gewone boeken, wij weten dat van alle boeken die verkocht worden, wordt 70% nooit gelezen. Die wordt gegeven als cadeautje of die ligt op de plank. En 30% van de boeken, daar wordt aan begonnen. Uitgelezen. Nee, zeg dat nou niet. Oh, sorry, ja. Zullen wij ons best doen? Ja, dat is, maar de helft wordt sowieso als boek, als cadeau gedaan. Nou, die worden al bijna niet gelezen. En dan de mensen die dan een boek kopen. Want ik bedoel, bij ons, we hebben net weer het huis opgeruimd. Hoeveel ongelezen boeken. Ketelie die koopt echt boeken. Dat is gewoon niet normaal. Ongelezen boeken gewoon weggaan. Maar dat is met het streamingmodel. En net zoals met de Kindle. Zeg maar dan op een gegeven moment word je ook betaald hoeveel pagina's gelezen worden. En hoeveel minuten nu geluisterd worden. Jij zegt er wordt gemiddeld 30 uur per persoon geluisterd. Hè? Dus 1 uur per dag. Is dat in Nederland hetzelfde als wereldwijd? In Nederland is dat iets minder. Actieve luisteraars zitten daar op zo'n 28 uur. Maar dat is inderdaad heel fors hoor. Je bent echt dus onderdeel van een gewoonte van iemand. Van en naar kantoor of een uur voor het slapen gaan. Dus dat is inderdaad fors. Ja. Ik zou wel eens willen. Kan ik het zien op mijn app eigenlijk? Hoeveel ik luister per uur? Nou, we gaan binnenkort komen er wel allemaal stads zijn we aan het ontwikkelen. Dat je er, als je lid bent van een nieuwsbrief krijgt, is ook af en toe toegestuurd. Dus er wordt wel veel meer naar gekeken dat mensen hun eigen statistieken kunnen bijhouden. Oké, dat zou ik ontzettend graag willen doen. Nou, ik was benieuwd, is het jullie ook bekend hoeveel mensen die geneigd zijn online te luisteren, hoeveel procent er naar Storytel wordt geluisterd en hoeveel naar podcast bijvoorbeeld? Want dat zijn eigenlijk wel in principe mekaars concurrenten, hè? Want je kunt niet twee dingen tegelijk beluisteren. Weten jullie iets over die verhouding? Nou, ik denk niet dat het een goed vergelijk is, want podcast is met name gratis. Dus volgens mij laatste cijfers is zo'n 25% van de Nederlanders maakt gebruik van podcast. Mm-hmm. Of heeft naar podcast geluisterd. Dat is in een betaalmodel natuurlijk anders. Als ik in de auto zit en ik wil kiezen tussen een podcast en een boek. Ik heb even de cijfers voor je. Ik heb hier even de cijfers voor je. Oké, interessant. Hier heb je de audiorevolutie. Dus dit is in ieder geval het percentage hoeveel mensen luisteren naar audio. Is 90%. Ja, radio, 7%, ja. Streaming, podcast en audioboeken. En dit is dan het percentage mensen. Dus ik weet niet of er... Ik ben even nog aan het zoeken of ik ook het aantal uren kan doen. Want ik denk eigenlijk dat het aantal uren best wel hoog is van audiobooks. Want als mensen dan eenmaal luisteren, is het ook een uur per dag. Ja. En podcast, ik geloof niet dat iedereen een uur per dag naar podcast luistert. Ik wel, maar ik geloof niet dat iedereen dat doet. Maar hier zie je de populariteit. Aha. En die groeien ook enorm snel. Hè? Wat is jullie groeisnelheid? Gevoorkast is zo, vorig jaar was dat 40%, dit jaar is 35% voorspeld voor Storytel specifiek. En het audiotermijn in totaal, dan moet ik je schuldig blijven. Maar daarin wordt ook volgens mij forse groei voorzien. Als je naar Amerika kijkt, hoe het daar een vlucht neemt. Maar ik denk echt niet dat het concurrenten zijn van elkaar, hoor. Ik denk, gezien de doelgroep, ik denk eerder dat het aanvullend kan zijn. Dat als dat hele audiodomein groeit, ik denk dat het elkaar aanvult ook. Ja? Nou, als ik gewoon naar mezelf als consument kijk, dan denk ik, ik zit in de auto, ik wil iets luisteren. Ik maak sinds toenemende mate minder gebruik van de radio, want dan moet ik maar afwachten wat ik toevallig vind. En bij audio en luisterboek en podcast kan ik zelf kiezen wat ik aanzet. Is niet in die zin de radio een beetje een soort sterfmodel ten gunste van luisterboeken en podcasts? Nou, ik vind het lastig om daarop zelf antwoord te geven. Wat denken jullie? Want volgens mij doet radio het ook hartstikke goed. En is dat lang niet zo sterk aan het teruggaan dan bijvoorbeeld volgens mij traditionele lineaire televisie? Hmm. Nou, ik merk aan mijzelf, ik ben het niet de maat der dingen, maar ik ben wel heel erg de afgelopen pakweg 2-3 jaar, ik schuif dan op richting podcast omdat ik het nieuws leuk vind en nou, veel Amerikaanse dingen luister. En ik word echt, nou ja, ik ga niet klagen over, maar ik word echt gek van het weerbericht en nog een keer de fileberichten en nog een keer reclame en nog een keer we gaan een plaatje draaien en ik vind het allemaal prima. Allemaal vind ik onzin informatie die ik niet nodig heb via de radio. En dan wordt de informatiedichtheid op radio wordt voor mij in ieder geval als nieuwsjunkie zo dun. En dan schakel ik over naar, in mijn geval, naar een podcast. Want dan weet ik precies wat ik krijg. En zonder franje en zonder gedoe. En als het me niet bevalt, pak ik wat anders.
Het is gewoon te makkelijk, het is te aantrekkelijk. Maar je hebt absoluut gelijk, Rutte Radio doet het nog steeds goed. Ook informatieve zenders doen het hartstikke goed, gemiddeld. Zoals bij BNR van de week de 20 mensen uit hebben moeten zetten. Wat is heel verdrietig natuurlijk. Maar is, gemiddeld is, blijft radio populair. Ik weet dat radio, zeg maar informatief radio. Dus radio is zeg maar, het is 4 uur ongeveer. Het was 4 uur tv. Ik geloof dat het nu 3 uur is. Het gaat langzamerhand naar beneden. Maar radio is denk ik 1 uur per dag. Maar informatieve programma's, BNR heeft 1% marktaandeel. Radio 1 heeft 8% marktaandeel. En dat zijn alleen maar hele oude mensen die daar naar luisteren. Weet je, echt gewoon. En als je dan 538 kijkt, Sky Radio en allemaal dat zijn de aantallen. Jij bent niet normaal. Jij luistert gewoon, je bent echt gewoon volledig niet normaal. Hoe zit dat met het Nederlandse volk? Wat voor boeken zeg maar, luisteren die naar? Wat voor genres? Kun je daar wat statistiek over komen? Ja. Hier zien we Bart. Hij heeft, sinds hij audiobooks heeft, totaal gestopt met radio en lineaire tv. Dat is echt awful. Nou Bart, ja, dat is, ja ik kijk al jaren niet meer, ik kijk al jaren niet meer tv, maar ik kijk wel naar Netflix. Maar dit is inderdaad, dit concurreert er ongelooflijk mee. Maar kun je misschien wat over vertellen, wat populair is? Heel breed, wat Bart ook net zegt, non-fictie doet het heel erg goed. Rutger Bregman, Harari, informatieve boeken. Brengen zoals hoorcolleges en dergelijke. Wat het ook heel erg goed doet, is de literaire thriller. Saskia Noord bijvoorbeeld doet het fantastisch bij ons op het platform. Ja, dat zoeken op erotische fictie, maar dat was weer een andere categorie, geloof ik. Ja, doet het ook goed. Niet te vergelijken met de andere categorieën. Fantasy, sci-fi, Harry Potter's doen het goed. Maar erotische fictie is ook inderdaad een segment. Het is heel specifiek ook op vrouwen gericht wat het goed doet. Oh ja, dit zijn allemaal vrouwen die dat over het algemeen die dit kijken. Want hoeveel procent van jullie abonnees in Nederland is man en hoeveel is vrouw? Om en nabij 70% denk ik is vrouw. Ja, ja. Nou, dat is eigenlijk, met gewone boeken is dat ook zo. Hè? Dus echt gewoon van echt de enige die nog boeken lezen, die koopt, dat zijn vrouwen. Daar draait alles aan. Vrouwen van boven de 40. Dus dat is inderdaad echt. Ja, bij ons zijn het dus vrouwen van onder de 40 met name. Onder de, ja, echt? Ja. Oké. Okay. Ja, wij zitten echt in, ik denk dat 18-35, met een uitloop misschien naar 45, dat zit echt wel onze core doelgroep, de millennial vrouw. Ja. Ook heel veel Art of Not Giving a Fuck, veel zelfontwikkeling, doet het ook heel erg goed op het platform. Het is eigenlijk heel breed. Ik denk dat ook diezelfde, als je dan de vrouw noemt of de man noemt, enerzijds heb je zicht in wat light reading of wat ontspanning of een spannende thriller, een baldacci bijvoorbeeld. En de andere keer wil je de diepte ingaan. Het is heel divers. Ja. Ik zat nog te lezen, Rut, over jullie sector in het algemeen. Waarbij ik ook lees, bijvoorbeeld ook vanuit de Verenigde Staten, dat er ook wel heel erg wordt nagedacht of je zeg maar, het product kunt verrijken. In de zin, het wordt nu gewoon voorgelezen, nou, dat is prima. Maar dat er ook wel gekeken wordt naar dat je toch iets meer opschuift, bijvoorbeeld in de richting van een hoorspel of met geluidseffecten. Dan praat je over een andere kostenstructuur, met name ook aan jullie productiekant. Maar is dat iets waar jullie over nadenken? Ik kan me voorstellen dat ook de jonge generatie, misschien vindt het hartstikke leuk, gewoon iemand die het voorleest en verder geen gelul. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je dat verrijkt op verschillende manieren, dat je nog weer meer mensen kunt aanboren. Nou, we gebruiken het wel voor heel jonge kinderen. Dus ongeveer tot en met de leeftijd 9, die misschien ook wat meer prentenboek georiënteerd zijn, kan dat echt van toegevoegde waarde zijn. Harry Potter bijvoorbeeld zit er geen geluidseffecten in. Dan laat je het echt over aan de fantasie inderdaad van degene die het leest. We hebben ermee geëxperimenteerd. Beste Borrel Ooit, Dit is hoe je doodgaat met onze eigen producties. En daar wordt heel wisselend op gereageerd. Sommige mensen vinden dat fantastisch. En je merkt ook dat sommige mensen zeggen van ja nee, ik wil het gewoon voorgelezen hebben. En zo min mogelijk afleiding. Dus er wordt wel naar gekeken, maar veruit de meeste wordt gewoon voorgelezen. En dat is ook wel de geprefereerde vorm, merken we. Maar het is ook afhankelijk natuurlijk van de verhaal en de productie die je hebt. Soms kan het echt toegevoegde waarde hebben of een keer ook iets vernieuwend zijn. Is misschien voor een wat kleinere groep dan, maar ook interessant. Het is in principe een ander medium. Ik bedoel, een hoorspel is een hoorspel en een luisterboek is een voorgelezen boek. Dat is, je kunt ook niet zeggen, een boek is wat anders, is leuker of niet minder leuk dan een theaterstuk. Dat zijn eigenlijk twee onvergelijkbare grootheden, vind ik.
Ja, je hebt zelf jij een hoorspel zeg maar gedaan, hè? Ja, die staat ook bij Storytel, alweer 20 jaar geleden. Ik heb de nieuwe kleren van de keizer bewerkt tot een hoorspel. Dus met acteurs en ook met liedjes en met geluidseffecten. Dat is voor de jeugd, maar ik kan je vertellen dat grote mensen er ook van smullen. Ik kan het van harte aanbevelen. Ja. Wat het overigens bij ons ook heel goed doet, is stand-up comedians. Ja. Doen het ook bij ons. Maar het is ook wat meer kwalitatief en vaak ook verhalende vormen. Die doen het ook bij ons goed. Ja, dat is ook weer zo'n voorbeeld dat je een verrijking van het totale aanbod, is het dan in zeg maar, de humor, een cabaretachtige sfeer, maar in alle gevallen geldt dat je het is zo, ik vind het zo fantastisch omdat je ook zegt over die cijfers van jongeren die aan het lezen slaan. Ik hoor dat ook en ik lees daarover internationaal ook. Ik vind het ontzettend toe te juichen dat je op die manier zoveel dingen weer ontsluit op zo'n makkelijke manier met 2 klikken op je telefoon of op je laptop enzovoort. Ik vind het echt een fantastisch model. Ik ben ontzettend benieuwd. En dat is ook mijn vraag gelijk aan jou, Ruud. Als jullie, en je gaat niet al jullie strategische plannen aan ons hier opleveren, dat begrijp ik. Maar hoe kijken jullie vooruit? Jullie zijn een innovatief bedrijf. Zijn uit innovatie voortgekomen? Het is bedacht door een informatieve ondernemer. Kun je iets vertellen over jullie toekomstvisie? Nou, van de totale groep is ook allemaal in de link te bekijken. En dat is met name is dat uitbreiden in de wereld. Ook veel meer talen ontsluiten. We zijn in elk land heel lokaal gespecialiseerd met lokale taalgebieden om daar veel meer verrijking in te brengen. Dus daar wordt heel erg naar gekeken om meerdere talen bijvoorbeeld te kunnen integreren. Vernieuwing inderdaad in content. We willen ook wel tegelijkertijd dicht bij onszelf blijven. Varieert ook per land. In India bijvoorbeeld is Audiobites, waarbij er ook kleine, wat meer snackbite-achtige content wordt geboden. Om meer mensen te laten kennismaken met het audioboek, maar dat is meer in vorm. Ja, en audio, zeg maar, er wordt in landen met podcasts gewerkt. Self-publishing gebeurt in andere delen. Maar ik denk met name wel, wat je ook in Amerika ziet gebruiken, is met name het heel erg het alles hebben van wat er aan content beschikbaar is en dan gericht op het kwalitatieve verhaal. Ik denk dat daar de meeste groei en ontwikkeling in gaat zitten, ook voor Nederland. Ja. Ik wil even een lans breken voor een feature die ik echt ontzettend graag wil. Ja, wij hebben een WhatsApp groepje. Als mensen dat leuk vinden, Bart, als jij het leuk vindt, en Henk Jan, die zijn duidelijk heel erg mee bezig. Maar we hebben een WhatsApp groepje waar we allemaal titels delen. En dan zeggen we, dit is een hartstikke leuk boek en dit en dat. Zo. Ik zal het zo even laten zien. Maar wat ik dus echt heel graag wil, is dat ik kan zeggen, mijn dynamische lijst wil ik gewoon delen in dit groepje. Dat ik gewoon even op Charo kan klikken, net zoals met Spotify, dat ik kan zien wat zijn playlisten zijn. En dat ik, wanneer komt dat? Want we hebben al Listening Together, dit was dan een presentatie van jullie CTO, die allemaal zegt allemaal welke nieuwe dingen die eraan komen, maar ja. Dit soort dingen. Dat is een hele goede vraag. We hebben een roadmap, denk ik, zoals elk groot technisch bedrijf met ontwikkelingen een roadmap heeft. Ik moet het voor je nakijken. Ik weet deze heel specifieke niet. Ik weet wel dat dit vaker terugkomt. Het samen, het delen met familie en vrienden. Je kan een boek delen. Je kan, en dat is iets meer commercieel natuurlijk. Je kan een proefabonnement geven aan iemand die je kent. Maar deze lijsten en volgen. We gebruiken het bijvoorbeeld wel al eens in onze aanbevelingen van schrijvers zelf. Wat zijn je favoriete boeken of van insprekers? Dus daarin wordt het wel. Maar dat je echt al van medegebruikers het ook kan delen, nog niet. Maar ik ga het wel voor je nazoeken. Ja, hartstikke leuk. Dus dit inderdaad, je kunt wel zien hoeveel mensen dit boek nou eigenlijk luisteren op dit ogenblik. Ja. En ik ben ook inderdaad heel veel bezig om het groepje daarin dingen te delen. En hier zegt hij Best Read. Ja, hij gebruikt Best Read. Ja, dat gebruik ik ook. Maar dat is dan niet automatisch, weet je wel. Ik wil eigenlijk gewoon dat alle boeken... Want eigenlijk, ja, er zijn een aantal mensen, ik weet niet hoe dat werkt, Rut. Een aantal mensen heb ik mijn username paswoord gegeven. Dus die kijken daar, volgens mij kan er maar 1 persoon luisteren, is dat zo? Of ik weet helemaal niet hoe dat ook alweer zit. Ik wil ook een familie. Je kan 1 tegelijkertijd luisteren met een normale abonnement en met een familieabonnement kan je met meerdere tegelijk luisteren. Maar goed, ik heb dus een aantal mensen die ik altijd erbij wil zeggen, hier, probeer maar even mijn username paswoord en dan luisteren ze een tijdje. En daarna, als ze het leuk vinden, dan gaan ze altijd kopen. Maar wat dus leuk is, dan zien ze dus... Ik zie de boeken die zij lezen en zij zien mijn boeken die lezen. Dat is dus een enorm voordeel bij het delen van een abonnement. Maar eigenlijk voor de kosten gaat het me niet om. Maar het gaat me eigenlijk om dat samen
samen. En want je hebt 400.000 boeken. Hoe moet je daar nou in godsnaam de leuke boeken uithalen? En dat is heel specifiek. Als Charles en ik in zo'n groepje zouden zitten, ja, zouden we heel veel Amerikaanse boeken over politiek delen, waarom dit leuk is en dat soort dingen. En Jeroen heeft weer een hele andere ding. Dus je moet mensen hebben die een beetje dezelfde smaak hebben. Dus ik hoop dat die feature er eigenlijk aan, dat die daar aankomt. Maar nou ja, als ik daar iets aan mag toevoegen, ik vind dat jullie eigenlijk gewoon rechtstreeks Spotify moeten kopiëren. Die komen iedere week met nieuwe releases die voor mij op maat zijn gemaakt. Ik vind dat heel erg leuk en heel erg handig ook. En ik kom daardoor ook in aanraking met muziek die ik anders niet had leren kennen. En die kan ik dan liken en dan komt dat weer terug bij mijn playlists. Dat zou toch voor jullie een geweldig pad zijn om ook te volgen? Ja, dat is echt fantastisch. Ik denk dat Netflix en Spotify in de streamingwereld gewoon lichtende voorbeelden zijn bijna voor iedereen. Mm-hmm. Die doen dat zo onwijs goed. Dus daar wordt ook zeker naar gekeken, naar dat soort elementen. Ja. Mm-hmm. Laat het even hier zien. Kijk, dit is hoe het bij ons werkt. Dus we hadden dit groepje, dat hebben we vorige week begonnen. En dan zie je hier over Stoorzender, over Arjan Lubach. En dan hebben we hier Alles staat voorbij, zelfs Donald Trump. Dus dat is het boek van Charles en waarom hij gaat verliezen. En dan is hier ook nog een YouTube die we erover hebben. En dan Het Hoge Nest. Nou, daar ben ik nu aan het lezen. Wat een geweldig boek is dat. Mooi, hè? Oh. Ja. En is dat net uitgekomen of zo? Want dat gaat eigenlijk een beetje over weer Tweede Wereldoorlog en de Joodse onderduikers en hoe dat dan daar in dat Hoge Nest gaat. En ik geloof dat ze ook nog uiteindelijk Anne Frank zijn tegengekomen. En, nou ja, het is een fantastisch boek om te lezen. En iedereen vindt dit gewoon leuk. En dan heb je allemaal gewoon mensen vertellen, gewoon verhalen erbij. Je hebt dan op een gegeven moment heb je Lubach gelezen. En dan kun je andere boeken van Lubach lezen. Of dan Grand Hotel Europa is weer fantastisch. En dan gaat iedereen erover discussiëren. Dus zo het praten met elkaar is gewoon hartstikke, hartstikke leuk. Dat geeft enorm veel toegevoegde waarde. Daar moeten jullie nog veel meer in doen. Want nu moeten we allemaal veel te veel moeite doen. Nou, we hebben wel een Facebookgroep, de Storytel Boekenclub, waar inmiddels volgens mij zo rond en nabij de 2000 mensen lid van zijn. Maar ik ben het helemaal met je eens hoor. Er moet nog veel meer gekeken worden naar andere platformen waarbij dit nog meer gefaciliteerd kan worden. Helemaal met je eens. Hey, ik ben nog benieuwd van jou te horen, Rut. Storytel of audiobooks in het algemeen in tijden van corona. Kun je daar iets over zeggen? Ja, zeer zeker. Normaal hebben we eigenlijk twee echt piekperioden. Is in het jaar, dat is de zomerperiode. Zie je in één keer alles op zwart? Dat was tijdelijk. Ja. Horen jullie mij nog? Ja, je internet was, ja. Je was even weg, maar ga lekker door. Oh, excuses. Er zijn die twee piekperiodes, zomer- en wintermaanden ongeveer. Maar we zagen in corona een enorme toename aan het aantal abonnees. En voor zover we nu kunnen zien, lijken die ook te blijven. We zagen wel ook een terugval in bijvoorbeeld woon-werkverkeer, waar mensen veel gebruik van maken. Dus dat viel ook weer een beetje terug. En we zagen een beetje verschil in luistergedrag. En dus met name het gezamenlijk luisteren, familieboeken, die het in één keer heel erg goed deden. Daarnaast hebben wij ook getracht meer achtergrondinformatie. Dus niet actualiteit of nieuwsberichten, maar meer boeken over achtergronden of wat er over onderwerpen is geschreven. Dat bieden we ook. Dus wij zagen meer abonnees binnenkomen gedurende de coronaperiode. Ja. Mag ik jou nog iets vragen, Jeroen? Jij hebt een vrij forse collectie aan boeken die je ingelezen hebt. En toen ik eens naar die pagina keek, dat is wel heel gevarieerd, Jeroen. Het is van alles. Heb jij een voorkeur? Of zeg je van, kom maar binnen en ik vind het leuk om ook een boek voor te lezen waar ik op zich niks mee heb? Of wat ik zelf nooit zou lezen? Of, hoe selecteer je? Of ga je gewoon je gang? Wat doe je? Ik selecteer niet. Ik word gewoon gevraagd om... ik krijg gewoon een titel op. Wil je dit doen? Okay. En tenzij het echt volstrekte bagger is, dan doe ik dat. In de tijd van Rubinstein kreeg ik voornamelijk jeugdboeken aangeboden. Dus vandaar Pippi of Carlson van het Dak en nog zo wat dingen. Nu krijg ik hoofdzakelijk de laatste tijd Amerikaanse vertalingen van thrillers en van fantasy boeken.
op mijn bordje. De laatste tijd ook weer van het historische boeken over de Tweede Wereldoorlog. En pas dus weer Bob Woodward. Allemaal wel vertaald werk. Ik vind het allemaal interessant en leuk. Ofschoon ik ook wel eens zou snakken naar een heerlijk, gewoon literair Nederlands boek. Moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja. Maar dus ja, ik heb ook mijn voorkeur, maar ik heb het niet voor het kiezen. Dan moet je ook een beetje genderneutraal worden, denk ik. Je bent toch een beetje een man. Ja. Maar we kunnen eens kijken hoor, Jeroen, of er nog wat voorbij komt. Nou, heel graag, Rut. Ik hou me aan het rollen. Zou je eens voordragen bij de studio's? Leuk. Geef even een beurt. Ik zet even van mensen, als mensen mee willen doen met ons, geef mij maar even een berichtje. Dan stuur ik je een uitnodiging voor onze WhatsApp groep. Ik laat eventjes de Storytel, de Facebook pagina zien. Ja, ik doe echt gewoon geen bol in Facebook. Ik denk gewoon van, dit is echt het idee dat ik naar Facebook zou moeten gaan om dit te doen. Dit moet gewoon in de app gebeuren. Dit is zo'n, dit is echt gewoon van, op een of andere manier denk ik, dat wil ik dan niet op een ander ding doen. WhatsApp is nog lekker intiem, maar op Facebook met elkaar te gaan praten over Lydia Rood en wat dat met je doet. Ja, ik weet het niet. Er zijn heel veel mensen die dat wel leuk vinden. Ja. Ik zat nog even te kijken, dus ook wereldwijd hadden we straks over groei. Ik heb wat cijfers opgezocht van Deloitte, gewoon een research rapport. Deloitte voorspelt dat de wereldwijde markt in 2020 met 25% zal gaan groeien. Dat is een groei van 2,6 miljard dollar naar 3,5 miljard. En dat zeg maar, de kleine baby in de uitgeverswereld wel vrij snel een peuter, kleuter en wat dan niet aan het worden is. Maar het zijn dus echt zeer forse cijfers. 25% groei in één jaar tijd. En dat is dus wereldwijd. Maar dat zijn toch wel indrukwekkende cijfers. In deze tijd van corona dan 25% groei. Ik ken ondernemers die daar wel heel erg jaloers op zijn. Ja, maar goed, aan de andere kant is Storytel nog steeds verliesgevend. Hè? Dus wat dat betreft, ze zijn winstgevend. Jullie zijn winstgevend in 4 markten, geloof ik. En je bent in 20 bezig. Dus er moet echt enorm veel geld ingepompt worden. Net zoals met Spotify trouwens. Dit is echt gewoon de toekomst. Hoeveel moeite heb jij om met uitgevers zover te krijgen, om die boeken beschikbaar te krijgen? Eigenlijk niet meer. Ik denk, de afgelopen 2 jaar zijn wij zo ongeveer verdubbeld. En we laten de uitgeverijen ook zien dat er gewoon een gezond verdienmodel achter zit voor boeken. Dus we zien daar steeds minder barrières in. Voorheen was nog wel eens dat audio dan later uitkwam bijvoorbeeld, maar dat is ook al steeds meer gelijk getrokken. Dus wij zien er eigenlijk alleen maar positieve ontwikkelingen in. We werken ook veel met ze samen op het gaat op marketinggebied en dergelijke. Het is geen probleem meer. Van de e-books hebben ze eindeloos tegen gevochten. Echt, en nog steeds, de Nederlandse uitgevers zijn rampzalig af en toe met e-books. En zeker als van die modellen als onbeperkt voor €12. Nou, daar valt niet over te praten. Maar met audio hebben ze dat gewoon geaccepteerd. Ja, door de jaren heen is dat makkelijker gegaan. Ik kan niet zo goed vanuit haar motieven daaruit praten. Ook omdat ik pas recent aan boord ben. Dus ik vind dat wel lastig om er echt iets over te zeggen. Maar het is ons geluk inderdaad dat nu heel erg soepel verloopt. Volgens mij is het met e-books toch ook wel. Misschien dat ze af en toe wat later uitkomen dan het fysieke exemplaar. Maar ik heb het idee dat uitgeverijen daar zelf ook de enorme stappen in aan het maken zijn om nieuwe digitale te digitaliseren. Eindeloos gebeurd. Vertel eens, Charles. Kom jij meteen ook als e-book uit? Wat zeg je? Jazeker. Ja, dat gaat altijd via mijn uitgeverij Atlas Contact. Dat gaat automatisch. En ik ben het nu dus aan het inlezen. Dus het komt ook in audio. Ja, het komt allemaal eraan. En het contact tussen jou en Storytel gaat ook via Atlas. Daar heb ik niks mee te maken. Daar doe ik verder niks aan. Ik krijg op groep, dat is goed, dus een afrekening. Ja, en nou krijg jij, nou hoor ik altijd dat schrijvers altijd ongelooflijk laat informatie krijgen over hoe boeken worden verkocht. Echt belachelijk laat, echt gewoon bizar. En zo een jaar later. Hoe zit dat met Storytel? Kan jij inloggen bij Storytel en meteen het aantal minuten zien dat jij beluisterd bent? De uitgever kan dat zeker. Die kan dat zeker bijhouden. Dat is live te volgen. En de schrijver? Ja, dat vind ik dus heel lastig. Ik denk dat afhankelijk is van bij de uitgever en welke informatie gedeeld wordt. En misschien ook in hoeverre daarom gevraagd wordt. Ik denk dat wij nog, als het gaat om totale boekverkopen, in totaal misschien ook nog niet
dermate groot of interessant zijn. Maar dat zal ook verschillen per schrijver. Ik denk dat sommige schrijvers van zichzelf ook veel meer bezig zijn met nieuwe digitale platformen dan anderen dat zijn. Maar de informatie is inderdaad, er is een portaal beschikbaar voor de uitgeverij waarin ze dat allemaal kunnen zien. Ja, maar zou je dat zelf leuk vinden om dat te horen, Sharon? Ja, als het makkelijk beschikbaar was. Ik zie inderdaad met enige vertraging, dat is waar. Het is een betaalmodel wat in de rest van de economie gelukkig niet geldt. Want je wordt inderdaad heel laat betaald. Het is meestal zo in april en dan over het voorgaande jaar. Dus als je bijvoorbeeld nu een boek schrijft, noem eens wat. En dat komt bijvoorbeeld begin januari uit, noem eens wat. Dat wordt dan in april 2022 betaald. Maar goed, zo gaan die dingen. Ik zou het wel leuk vinden. Ja, ik ben altijd wel nieuwsgierig. Maar dan moet het wel echt snel aanklikbaar zijn. Want voor de rest, ik krijg inderdaad eens per jaar krijg je zo'n afrekening. En dan staan die verschillende categorieën. Staan er ook bibliotheken, kunnen daar opstaan. Nou ja, dan. Charles, het is dus niet zo dat jij als schrijver voor een gestreamd boek, even vergelijking met Spotify, een schijntje krijgt, terwijl je voor een gedrukt boek een fatsoenlijk percentage krijgt. We moeten natuurlijk niet toe naar een situatie waarin alle boeken gestreamd worden en schrijvers er geen geld meer aan overhouden, zodat niemand dat meer wil gaan maken. Want dat is een beetje... Nee, dat klopt. Ik zou het naast elkaar moeten leggen. Een gedrukt boek is altijd nog verreweg de duurste vorm. Sowieso gaat er in de boekhandel al 40-45% bovenop. Dus als je op het moment dat het van de drukkerij komt, dan kost het iets meer dan de helft van wat je uiteindelijk in de boekwinkel betaalt. Dus die marges zijn daar, dat begrijp ik ook wel. Ik doe er niet onaardig over, want dat moet het kosten die boekwinkels moeten draaien. Maar het is een heel ander verdienmodel. En ik denk dat de hele prijskolom van een tientje wat jij besteedt bij een boekwinkel totaal anders ligt dan bij e-books en ook weer totaal anders ligt dan bij Storytel. Ik denk dat dat betaalmodel en dat financiële model er heel anders uitziet. Ja, nee, als de schrijver onder de streep maar iets overhoudt natuurlijk om een prikkel te hebben om het volgende boek te maken. Ja, wat dat betreft, ik bedoel, zij zei al, van het is geen kwestie van centen, het is een kwestie van euro's. Nou, jij ziet wat jij als schrijver krijgt, je houdt bijna geen zak over eigenlijk alles bij elkaar. Even nog een leuke, we gaan even afronden, we hebben nog een leuke tip. De laatste getuige van Frank Kraka, dus daar ga ik dan ook eens even naar kijken, dat is leuk. En überhaupt, als het gaat over boeken, gaat het over passie, het gaat over interesse. Het is echt, ik kan het iedereen gewoon van harte aanbevelen. Nog even als laatste vraag heb ik mijn eerste audioboek lover experience was Audible. Van alleen maar Amerikaanse boeken, zeg maar. In hoeverre is dat, jullie zijn nog niet in Amerika begonnen. Jullie zijn vooral even de rest of the world aan het gaan. Hoe gaat dat als concurrent met Amazon? Verschilt per land. In Duitsland bijvoorbeeld is het een enorme aanwezigheid, Audible. Ook in andere landen, volgens mij zoals Spanje en Italië. In Nederland veel minder, in Scandinavische landen ook tot op heden nog minder. Maar die gaan uiteraard er ook meer aanwezig zijn en starten. Ja, en hoe is dat model? Dus bij Audible betaal je één boek per maand €15, $15. Ja, verschilt ook van land. Want in Spanje en Italië is het ook een all-you-can-eat model. Maar in andere landen is het weer, zoals in Duitsland, een creditmodel. Waarbij je een bedrag per maand in een x-aantal boeken kan gebruiken. Ja. Ja, dus dat verschilt. Amazon heeft ook gewoon dat all-you-can-eat op sommige markten. Dus daar wordt, zeg maar, mee geëxperimenteerd. En als jullie allebei aanwezig zijn, zoals in Duitsland, wat is dan jullie marktaandeel ongeveer? Ja, in Duitsland is het niet te vergelijken, want wij zijn daar pas net gestart. Terwijl Audible daar een enorme base heeft, net als Amazon. En Spanje en Italië moet ik het antwoord schuldig blijven. Dat verschilt. Dat verschilt. Ik denk dat het te maken is hoe lang een partij al aanwezig is in de markt. Ja. Maar het is een goed dapper bedrijf. En ook leuk om te zien. Dus die informatie die ik deelde met jullie aan het begin. Dus daar krijg je heel veel cijfers, want het is gewoon een beursgenoteerd bedrijf. Je mag niet weten hoeveel mensen in Nederland wonen, maar je mag alle cijfers weten en over aantallen en plannen. We zijn hier maar een fractie mee bezig geweest, maar ik vond het toch hartstikke leuk om dit te doen. Nog een laatste vraag, Sharon? Een goede tip. Een boek wat ik absoluut niet mag missen qua audio van jullie. Nu overval je me een beetje. Ja, zoveel. Ik denk dat je in onze getipte lijsten kan kijken. Gaat het de komende periode weer veel aankomen? Ja, ik ben zelf helemaal Harari. Oké. Ik vind het heerlijk om daar gewoon ontspannen naar te luisteren.
En we zijn allemaal mensen van de 21ste eeuw, Sapiens. Het is echt een, vind ik zelf, heerlijk ontspannen, ook voorgelezen. Dus dat is een van mijn favorieten. Maar ja, Grand Hotel. Wie leest dat voor in Nederland, Harari, voor jullie? Matthijs Deen. Oké. En dat heeft een beetje zo'n kabbelende, dus ik vind het een heel rustgevende stem. En het brengt de boodschap goed over. Dat is persoonlijk. Okay. En voor jongere generaties, nieuwe versie van Harry Potter zou ik zeer aanraden om je weer in te verliezen. En inderdaad, Lubach, uiteraard komt er ook, staat er volgens mij nu al op als luisterboek. Ja. Het is te veel om al te noemen. En ook leuk hoor, het is ook heel leuk om voor te werken, want ik was sinds 2,5 jaar geleden, als je kijkt, ook door dit soort uitnodigingen, wie nu in één keer allemaal aan het luisterboek is, dat is ook heel erg leuk allemaal om te horen. Ja, jullie gaan nog erg groot worden. Ik wil inderdaad even zeggen, hier heb je Lubach, hè, die heeft stoorzender. En het grappige is, hier eigenlijk leer je Arjan kennen als eigenlijk een onzeker, een beetje gedeprimeerde persoon, die heel succesvol is, maar eigenlijk gewoon, wat moet ik met dit succes en dat soort dingen. Dat vertelt hij dus in stoorzender. Ik ga weg, ik stop met mijn tv-programma, ik wil nog iets anders doen, maar ik weet niet wat. Ik ga naar Friesland toe, bla bla. En eigenlijk hoe hij met het publiek omgaat. Maar hij is helemaal niet de vrolijke jongen zoals we hem op tv kennen. En het grappige is, hij heeft ook al 4 boeken geschreven. Als je nou naar Magnus gaat, dan heeft hij fiction geschreven over dat hij verhuist van Amsterdam naar Zweden. En dat hij daar rondhangt. En daar is hij net zo gedeprimeerd. Hij is echt gewoon van, hij houdt van, net zo'n beetje Scandinavisch, een beetje gedeprimeerde boeken. Dat is een hele andere kant van Lubach die je daardoor leert kennen. Dus dat is wel aan te bevelen als je dat eens een keertje wil zien. Dat is echt een... Dat maakt hem multidimensionaal. Dus in ieder geval. Okay. Ik denk dat Vincent veel betere boekentips kan geven dan ik. Die zitten er echt nog zoveel meer in, merk ik. Ja. Echte gebruikers. En Charles, jij zit in mijn WhatsApp-groepje. En ja, inderdaad, als jij gewoon mensen die zeiden van, als je dan bij ons in het groepje zit, dan deel je de nummers met elkaar. Dus ik laat niet alleen maar iedereen alles toe. Ik wil even weten wie het zijn. Maar het is zo leuk om die dingen te delen met elkaar. En dan als je dan enthousiast was, hoe heet je ook alweer, van de Rabobank, Wiebe Draaier zou ik te praten. Nou, die is een enorme storyteller, die is de baas van de Rabobank. Die zit voortdurend met sporten, met dit, met dat, en die voortdurend storytell. En wij waren allebei dus dat boek aan het lezen van het Hoge Huis. En waren allebei, het geeft zo'n verbintenis als je weer, dat heb ik al heel tijd lang niet meer gehad, maar nu heb je dat, het is een nieuw medium. Ja, goed, oké, ik mag geen reclame maken, maar wat is dit een leuk medium. Echt top, top bedrijf, Rut. En dankjewel dat je hier s'avonds om 9 uur nog eventjes aan wilde schrijven bij stel oude mannen die lekker over boeken zitten te lullen. En Jeroen, leuk dat jij er vroeg mee begonnen bent, dankjewel. Je hoorspel, De Kleren van de Keizer. En hier hebben we nog even. Binnenkort veel Woodward heb ik begrepen. Hier heb ik nog een boek voor je van Bart van Bos. Die dus inderdaad echt heel veel. The Rational Optimist. Dus die ga ik eens even kijken. Dat lijkt me hartstikke leuk. Dankjewel, Lut. Blijf nog even hangen. Ik ga de uitzending bedanken. Leuk dat je er allemaal bij waren. En als je nog meer vragen hebt, dan kun je die altijd bij ons op Twitter terecht. En ik luister ook even naar die aandeel. Als je meer wil weten over het bedrijf, dan moet je die aandeelhouders sessie ook nog even luisteren. Dank jullie wel. Doei. Ciao.